Welkom bij deze aflevering van ZZ Leiden TV, het programma van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal. In de studio van Sleutelstad, even terugkijken naar de afgelopen week. Op woensdag werd er helaas verloren thuis van de Hammers uit Zwolle. Dat was de laatste wedstrijd in de eerste ronde, maar ondanks dat eindigde Leiden die ronde wel op nummer 1. Nou, ook daardoor zitten ze nu bij de 6 ploegen die de Elite A vormen. En de Elite A is prima begonnen voor Leiden, want er werd in de eerste wedstrijd thuis gewonnen van Feyenoord Rotterdam. Vandaag hebben wij een speciale jubileumuitzending in het kader van 15 jaar Zorg en Zekerheid Leiden. Ja, we gaan het gewoon maken. Een nieuwe toekomst begint vandaag. Thank you.
Ja, aangeschoven in onze jubileumuitzending, de voorzitter Marcel Verburg, ook de voorzitter van het Eerste Uur. Goeiedag Marcel. Zou je ons eens willen mee terugnemen naar de beginperiode van Zorg en Zekerheid Leiden? En dan ga ik terug naar 2005. Ik was toen samen met Theo Knijnenburg en Tjeerd Scheffer actief in een sponsorcommissie bij de voetbalvereniging Dokkels. En wij hadden al een tijdje zoiets van, ja, eigenlijk zou er weer eens topsport waar echt publiek op afkomt mogelijk moeten zijn in Leiden. Er was wel topsport, maar er was eigenlijk niet echt sport waar veel publiek op afkwam. En het bijzondere was dat de oom van Theo, en dat is Rob Knijnenburg, al een paar jaar tegen Theo had gezegd, jongens, wat jullie voor die voetbalvereniging doen, als je dat voor het basketbal gaat doen, dan speel je zo weer Eredivisie. En wij zijn in juni 2005 gestopt. En ik had gezegd, nou, ik doe voorlopig even niets. En in augustus 2005 zaten we al met het bestuur van BS Leiden om de tafel. En toen hebben we eigenlijk gezegd, wij willen kijken of we het Eredivisie basketbal weer terug kunnen brengen. Mm-hmm. Maar dan moeten jullie, en dat was een achttallig bestuur, alle acht zeggen dat jullie erin meegaan. Want we hebben jullie steun daarin nodig. Ja, dat heeft dan even een aanloopje nodig. Maar de legendarische persconferentie van 16 februari 2006, daar hebben we aangekondigd dat we weer topbasketbal in Leiden zouden krijgen. En daar was natuurlijk de volgende dag de legendarische kop in het Leids Dagblad. En we hadden natuurlijk met enig bravoer gezegd van in 5 jaar Nederlands kampioen. Maar er moest eigenlijk nog alles gebeuren. En het mooie van meteen de druk erop zetten voor jezelf en alles en iedereen is dat ineens gaat ook iedereen echt aan de slag. En als je eenmaal bezig bent, dan komt er van alles op je af en dan gaan ook dingen echt lopen. En we hebben eigenlijk binnen no time die organisatie neergezet. En we hebben ook vanaf dag 1 gezegd, we gaan niet zoals in de jaren 70, 80 met één grote sponsor werken. We willen natuurlijk een hoofdsponsor, maar we willen met name ook een breed business platform bouwen. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En het was fantastisch natuurlijk dat je dan al in het eerste jaar ruim 60 sponsoren had. Ja. En we ook sportief natuurlijk met vallen en opstaan, maar wel de play-offs hadden. Ja, de kwartfinale van de play-offs nog gespeeld zelfs in dat jaar. Ja, ja. En wat natuurlijk geweldig was, vanaf dag 1 eigenlijk een volle bak. Ja. Het was gewoon vol. En dan krijg je wel energie van, jongens, wij zijn op de goede weg. En we hebben toen ook gezegd van geef ons 3 jaar de tijd. Reken ons niet af op resultaten. We hebben 3 jaar nodig om een organisatie te bouwen, aan die businessclub te bouwen. Maar vanaf jaar 4 willen we structureel meedoen met de top 4 in Nederland. Okay. En de geschiedenisboeken kunnen erop nagekeken worden. Maar in jaar 4 wonnen we natuurlijk de Nederlandse beker. Zeker. En in jaar 5 met een, ik denk, de meest spectaculaire finale ooit, en dan met name wedstrijd 7, werden we ook nog landskampioen. Dat was natuurlijk ongekend. Dat waren de ingrediënten en zo zijn we eigenlijk ook de eerste sponsorcontracten gaan verkopen. Gewoon met plaatjes van de massaal gevulde tribunes in de Groenlandhallen. Mooie acties en dat lieten we zien. Kijk, dit was het in de jaren 70, jaren 80 en dit willen we terugbrengen. Ja, en een heleboel mensen van onze generatie, die herkenden dat. En die hadden zoiets van, wauw, als dat terug kan komen, dat zou fantastisch zijn. Wanneer is het moeilijk om bestuurder te zijn van een basketbalclub? Afscheid nemen van mensen is altijd natuurlijk een moeilijk moment. En pijnlijke beslissingen nemen. Als je afscheid moet nemen van bijvoorbeeld een coach, is het dan zo van, die coach weet ook, hè, you're hired to be fired. Die heeft dat misschien al vaker meegemaakt, maar blijft misschien ook altijd moeilijk. Wij hebben nog nooit een coach ontslagen. Nou, dat is niet helemaal waar. Nee, we hebben 1 keer een coach ontslagen. Dat was Ivo, denk ik, hè? Ja, in het begin. Ja. Maar de andere liep het contract af. Precies. En we hebben wel regelmatig gehad dat we contracten niet verlengd hebben. Alleen, wanneer maak je dat bespreekbaar? En, meld je nou aan een coach, terwijl je misschien net naar de top van het seizoen gaat, richting de play-offs, dat je afscheid van hem gaat nemen. Is dat nou het ideale moment? En die afweging, die moet je iedere keer maken. En wij hebben altijd gekozen om toch pas na de laatste wedstrijd het gesprek aan te gaan. En ik kan me ook voorstellen dat voor coaches niet altijd plezierig is. Want ook een coach, als die dan zijn contract niet verlengd kijkt, die moet ook weer naar volgend seizoen kijken. Maar dan gaan de sportieve belangen toch even voor dat soort belangen.
Even inzoomen op die businessclub. Hoe belangrijk is een businessclub voor ZZ Leiden? Wij hebben vanaf dag 1 ook gezegd van die businessclub moet een beetje een weerspiegeling zijn van het maatschappelijk krachtenveld van Leiden en de regio. En dat betekent naast dat we gewoon een hoofdsponsor hebben, natuurlijk, en nog een aantal andere grote sponsoren, dat we vooral die brede businessclub willen hebben. Maar binnen die brede businessclub, de gezondheidszorg, het onderwijs, de media, maar ook het bedrijfsleven. Op alle mogelijke manieren zorgen dat je partijen aan je bindt. En ons uitgangspunt is altijd van een avondje basketbal moet een avondje uit zijn. En daar kun je elkaar ontmoeten. En zelfs al zouden wij een wedstrijd verliezen, moet je nog naar huis gaan met het gevoel van het was toch een mooie avond. We gaan zo even kijken, Marcel, naar een mooi filmpje. Misschien kun je het heel kort introduceren. Er is een bustour in die prachtige spelersbus geweest naar een aantal sponsors. Wat gebeurde daar? Wij bestaan natuurlijk dit jaar en deze maand, de maand maart, 15 jaar. En normaal gesproken zouden we op een andere manier aandacht besteed hebben aan het 15-jarig bestaan. En ook partners die 15 jaar al aan boord zijn, toch voor willen bedanken. Alleen het coronaverhaal heeft dat even in andere banen geleid. En uiteindelijk hebben we besloten om dan maar naar onze sponsoren, partners toe te gaan. En wij zijn dus afgelopen vrijdag en zelfs ook nog gisteren, afgelopen zaterdag, naar onze partners toe gegaan. Kijk. En ik geloof dat daar hele mooie beelden van zijn. Wij zijn vandaag op pad naar alle sponsoren die ons al 15 jaar steunen. Op 3 maart jongstleden was het 15 jaar geleden dat de stichtingen waar het Eredivisie Basketbal en de Business Club in zitten werden opgericht. En het is wel heel bijzonder dat we nog steeds diverse sponsoren aan boord hebben die al 15 jaar het Eredivisie Basketbal in Leiden steunen. Wij willen jullie natuurlijk ontzettend bedanken voor de enorme steun in de afgelopen 15 jaar. Jaar 16 zit er ook gewoon weer aan te komen. Ja, prachtig filmpje, Marcel. De energie spat er vanaf. Kun je iets vertellen over jouw drijfveer? Wat geeft jou nou energie in het dagelijkse runnen van zo'n basketbalclub? Misschien moet ik ook het aangeven van ondernemen en topsport. Dat ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. En wij hebben altijd een zakelijke insteek genomen. En topsport wordt natuurlijk vaak ook als metafoor gebruikt voor het bedrijfsleven. En dus daar haal ik heel veel energie uit. Maar misschien is wel het mooiste cadeautje wat je kan krijgen een volle hal waar het publiek volledig uit zijn dak gaat en uiteindelijk er ook gewonnen wordt. Want we willen uiteindelijk ook gewoon winnen, want dat hoort bij topsport. Maar ja, daar haal je denk toch in die end je energie uit en dat intiem verband doen. Weet je, als ik nu zie wat er de afgelopen weken ook weer allemaal gebeurd is, hoe onze vrijwilligers zorgen dat alles op orde is. Hoe jullie met alle mediaactiviteiten, hoe dat allemaal draait. Daar kan je alleen maar trots op zijn, weet je. En daar kan ik enorm van genieten. En we willen kwaliteit leveren. Het moet ook kwalitatief goed zijn. Maar als je dan ziet dat je iedere keer weer stappen daarin maakt, ja, dan denk ik, ja, dat houdt mij op de been, om het zo maar te noemen. Ja, en er zitten nog heel veel mooie perspectieven aan te komen, ook rondom Zorg en Zekerheid Leiden. Om maar eens even de Benelink te noemen, gaan we in een latere uitzending nog op terugkomen. Marcel, ik zeg het vaak tegen gasten, naast mij staat een camera, die is helemaal voor jou. Daarachter zit onze basketbalgemeenschap. Ik zou zeggen, pak de camera en steek ze nog eens een keer een hart onder de riem. Ja, nou ja, in ieder geval, wij zijn 15 jaar geleden aan dit avontuur begonnen. En de doelstelling is
natuurlijk winnen, uiteindelijk. Maar topbasketbal in Leiden, en ik denk dat dat voor een hoop toporganisaties geldt, is eigenlijk alleen maar mogelijk. Ja, natuurlijk met een goede businessclub. Maar ook, en dat moeten we niet onderschatten, met een geweldig team aan vrijwilligers die toch die organisatie neerzetten en zorgen dat alles loopt. En zonder fans zijn we ook nergens. Want uiteindelijk die volle hal, de ondersteuning van het team, de ondersteuning ook van de organisatie, die hele groep, die hele community om ons heen, die maakt eigenlijk dat het topbasketbal in Leiden kan bestaan. En daarvoor wil ik iedereen bedanken voor de afgelopen 15 jaar. En ik ga ervan uit dat iedereen nog vele jaren met ons meegaat om nog hele vele mooie jaren te beleven en successen te behalen. Enorm bedankt voor je komst. Hartelijk dank voor die 15 heerlijke jaren. En ja, met heel ZZ Leiden TV en alle andere basketballiefhebbers kunnen we niet wachten op de volgende 15 jaar. En die beginnen vandaag, dus dankjewel. Graag gedaan. Ja, ik kies er natuurlijk ook wel bewust voor om hier altijd te blijven. Het familiegevoel, het thuisgevoel, dat zit me wel. En ja, misschien maakt het me dan wel meneer ZZ Leiden of Mr. ZZ Leiden. Of gewoon, gewoon meubilair. Alle prijzen wel natuurlijk mooie memories zijn geweest met als uitblinker 2011, toen we kampioen werden. Ik denk dat die wel echt ver boven alles uitsteekt. Daarna zijn de Europese wedstrijden zijn ook altijd mooie wedstrijden geweest. Het jaar dat we tegen Deron Williams hebben gespeeld en Besiktas. Dat zijn voor mij wel mooie momenten om terug naar te kijken, op terug te kijken. 2013 is ook een mooi jaar geweest met het kampioenschap. Ook weer uniek doordat we 10 achter elkaar winnen, als ik het goed heb. Ja, ik denk dat dat wel echt highlights voor mij zijn geweest. Ik denk dat de dingen die je van het veld meekrijgt en die misschien wel heel dierbaar zijn, zijn de vriendschappen die je maakt. Natuurlijk heeft dat ook wel te maken met op het veld, hoe je met elkaar omgaat. Maar als jij een band kan creëren met mensen of met je teamgenoten, coaches, noem maar op, van het veld. Laat dat zich ook zien op het veld. Ja, misschien met één wat meer dan met een ander. Maar over het algemeen zijn dat wel de dingen die je voor altijd kan houden. De band en de vriendschap die je creëert met mensen, met spelers en staff. Toen ik kwam, was dat dan Seamus Boxley, Monte McGee, TJ. Dat zijn wel de jongens geweest, Arvin. Dat zijn mensen die niet gewoon spelers waren, maar die ook op mij impact hebben gehad. En hoe ik nu ben vandaag de dag op het veld, zoals op het veld als vanaf het veld, van het veld af. Ik denk dat dat zeker mensen zijn geweest die me de game hebben geleerd, de manier van denken. Toon heeft me heel veel geleerd. Dus ja, ik denk dat dat wel de mensen zijn die me echt bijblijven. Ja, ik denk dat Toon is, vooral omdat ik ook in mijn jongere jaren bij hem heb gezeten. Dus dan is het best wel ruim om nog veel te leren. Er is nog veel ruimte om te leren. Het wordt steeds kleiner nu, omdat je meer ervaart. Je hebt meer dingen gezien. Dus tuurlijk leer ik nog steeds dingen. Maar het moet wel echt... het wordt gewoon steeds wat moeilijker. Veel communiceren. Ik probeer heel veel met die jongens te praten. Maar ik probeer niet... Al lijkt het af en toe wel zo dat ik... denk dat ik aan, of dat het lijkt dat ik aan alles weten ben of een wijsneus ben, maar ik probeer wel gewoon zoveel mogelijk te communiceren met die jongens en mijn doen, het voorbeeld zijn soms op training en zo ben ik zelf niet altijd. Ik ben niet altijd degene die het laatste in de zaal blijft. Ik ben niet altijd degene die als eerste in de zaal is.
En soms hebben die jongens dat wel nodig, maar ik probeer in ieder geval wel te vertellen wat ze nodig hebben. Want ik heb dat wel in mijn jongere jaren gedaan. Ik ben gewoon wat volwassener geworden. Ik denk dat ik een beetje een loose cannon was in mijn jongere jaren. En nu weet ik ongeveer wanneer ik wat rustiger aan moet doen. Mijn momenten beter kiezen. Het spel recognizen en beter lezen. Ik denk dat die dingen uit ervaring wel zijn gekomen en zo mijn spel hebben verbeterd. Ik heb wel altijd tegen mezelf gezegd dat ik wel mezelf ga proberen te blijven. En als dat zo nu en dan een turnover is, omdat ik iets probeer of wat dan ook, dan is het so be it. Zolang ik wel weet dat ik wel terugren als het nodig is of dat ik wel de andere dingen goed doe. Ik probeer niet te ver van mezelf te gaan. Ja, hoe belangrijk is het? Ik vind het mooi. Ik vind het mooi dat ik dat heb kunnen afdwingen. En dat ze dat van me vinden. Ook bij andere clubs merk ik het. Ik probeer me gewoon zo goed mogelijk op te stellen. Zo weinig mogelijk fouten of domme dingen te doen. Dat ik een probleem ben voor een club of voor iemand. En ik probeer me gewoon te verdiepen in de mensen om me heen. Ik denk dat ik daardoor een beetje misschien geliefd ben. Als ik binnenkom, probeer ik ook iedereen te groeten die ik zie. Ik denk dat heel vaak de kleine dingen zijn die mensen heel erg waarderen. Ook de mensen die de vloer vegen of wat dan ook. Of de vloer neerleggen. Ik ken misschien niet iedereen's naam of wat dan ook. Maar als ik diegene zie, dan groet ik diegene meestal wel. Ik denk dat mensen heel erg waardeert. Ja, ik snap dat de periode niet fijn is. Omdat we niet hier fysiek kunnen zijn. Maar probeer wel ons te volgen. Hè? Zorg gewoon dat je in contact blijft. Want op het moment dat het weer allemaal mag... Gaan de deuren open en dan willen we gewoon iedereen weer in de zaal enthousiast zien. Ik denk dat iedereen sowieso aan het popelen is om weer in de zaal te staan. Maar check de livestreams. Probeer lekker in touch te blijven. Stuur berichten naar ons om als jullie vragen hebben. Ik denk dat misschien ook wel leuk is. Als je wilt communiceren met bepaalde spelers, stuur een vraag op via Instagram, Facebook. Of plaats het in de Facebookgroep van ZZ Leiden. Om toch een beetje in touch te blijven met ons. Een vast onderdeel van ZZ Leiden TV is natuurlijk onze quiz, waarin die prachtige gesigneerde basketbal van Zorg en Zekerheid te winnen is. Met dus alle spelershandtekeningen erop. En ook nog eens een keer een voucher om gratis naar de livestream te kijken. En die prijzen gaan deze week naar Rogier Schoenmaker. Hij wist namelijk dat Leiden in de playoffs van 2013 geen enkele keer verloor. Sterker nog, ze wonnen 10 keer op rij en werden dus kampioen.
De nieuwe vraag van deze week luidt: wat is de naam van de eerste hoofdcoach van Zorg en Zekerheid Leiden? De antwoorden mogen weer naar ons Gmail-adres en dat is zzleidentv@gmail.com. En u ziet ook in beeld wanneer u die antwoorden uiterlijk aan ons moet mailen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze speciale jubileumuitzending in het kader van 15 jaar ZZ Leiden. Maar we zijn er volgende week ook weer gewoon op Sleutelstad en op YouTube. Dus graag tot dan.